Het is nu 10:15, dus ik zal deze sessie beginnen. Welkom bij de Dag van de Wetenschap en leuk dat u meedoet bij deze webinar over prehabilitatie bij transplantatie. Het wordt gegeven door Kobi Annema, Stefan Berger en Avril Haanstra. Ik ben Kirsten van de Nierstichting en ik ben hier aanwezig om ook de vragen in de chat te managen. Als u vragen heeft, stel ze in de chat. Aan het einde en tussendoor is er ruimte om vragen te stellen en voor dialoog. Deze sessie wordt opgenomen, dus als u liever niet in beeld wil, dan kunt u uw camera uitzetten. En graag ook microfoon uit alsjeblieft. Dan geef ik nu het woord aan Kobi Annema. Dankjewel Kirsten. Iedereen welkom bij deze sessie over prehabilitatie voor mensen die op de wachtlijst staan voor een niertransplantatie. Dit gaat over een project wat wij momenteel uitvoeren, dat ook door de Nierstichting gesubsidieerd is. En ik doe deze pre-CareTX-project. Deze presentatie doe ik samen met professor Dr. Stefan Berger, nefroloog in het UMCG, en met Avril Haanstra. Promovendus op het pre-CareTX-project. Mijn naam is Kobi Annema en ik werk als onderzoeker en projectleider transplantatiezorg in het UMCG. Ik zie de presentatie wel staan, maar ik kan nu niet zelf erdoor, zie ik. Ik zal even... Ja, oké, daar is die. Wij willen jullie graag meenemen in het Pre-Care TX-project. En het doel van deze bijeenkomst is dan ook wat meer te vertellen over wat is nou prehabilitatie. Wat meer te vertellen over het Pre-Care TX-project. Maar ook willen we graag de eerste resultaten van de contextanalyse met jullie bespreken. En dat is de eerste fase van het onderzoek waarin we proberen te begrijpen wat zijn nu de problemen waar nierpatiënten tegenaan lopen. En wat kunnen we daar eventueel aan doen. Sorry, Tommy, mag ik je heel even onderbreken? De scherm is nog niet gedeeld. Oh, ik zie de presentatie wel. Dat is raar. Ik zie hem ook niet. Ik ga opnieuw delen. Hij stond er in één keer voor. Ik vond het al heel raar. Ja, zie ik hem nu wel. Ja, mooi. Helemaal goed, Kobi. Oké, nou. Doel van deze bijeenkomst is, wat is prehabilitatie? We willen even meenemen in wat is het pre-CareTX-project? De eerste resultaten van de contextanalyse, maar we willen vooral ook graag met jullie in discussie gaan over mogelijke interventies om de fitheid van nierpatiënten voorafgaand aan de transplantatie te vergroten. En dan hapert hij weer. Oké, de achtergrond van ons project is dat, ik denk dat jullie dit allemaal wel weten, maar dat de gezondheid van nierpatiënten vaak verminderd wordt, niet alleen door de progressieve nieraandoening, maar ook door allerlei nevenaandoeningen en mogelijke nadelige effecten van dialyse. En dit heeft als gevolg dat de lichamelijke fitheid vaak minder is, de voedingstoestand vaak slechter, hoge mate van vermoeidheid komt veel voor, maar ook een verhoogde kans op mentale problemen. En al met al geeft dit ook een lage ervaren kwaliteit van leven. Wat je vaak ziet, is dat nierpatiënten in een vicieuze cirkel terechtkomen. En door de nierziekte krijg je achteruitgaan van de lichamelijke conditie, waardoor men weer minder activiteiten onderneemt, wat nog weer een verdere achteruitgang geeft. En hiermee raak je eigenlijk alle vlakken ook aan van zowel fysiek, de lichamelijke fitheid, de voedingstoestand, maar ook mentale problemen die weer als gevolg daarvan kunnen optreden. Dus daarom dachten wij van, goh, is prehabilitatie dan een effectieve interventie om deze problemen aan te gaan pakken? Prehabilitatie is dan het verbeteren van de algehele fitheid voorafgaand aan een operatie door middel van leefstijlveranderingen. En hierdoor... Kan men de stress van de operatie beter aan en wordt ook het herstel na de transplantatie in dit geval bevorderd. Prehabilitatie bestaat vaak uit interventies op gebied van bewegen,
voeding en mentale veerkracht. Nou, het idee achter prehabilitatie is, op het moment dat je hier de rode lijn, als je geen interventies doet om de lichamelijke en geestelijke fitheid te verbeteren, dat de dip die iedereen krijgt door de transplantatie, of iedereen die een operatie krijgt, die krijgt een dip in zijn fysiek functioneren of geestelijk functioneren door de operatie, door de stress die dat met zich meebrengt voor het lichaam. Hierdoor duurt het herstel ook langer. Als je nou de fitheid voor de operatie verbetert, dan is ook die dip die men toch krijgt minder diep. En wordt daarmee ook het herstel na de transplantatie bevorderd. Het doel van het PreCare-TX-project is dan ook het verbeteren van de fysieke en mentale fitheid van personen die op de wachtlijst staan voor de niertransplantatie. Door het ontwikkelen, implementeren en uittesten van een prehabilitatieprogramma dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van nierpatiënten. En vooral dit laatste vinden wij heel belangrijk, want wij kunnen als hulpverleners wel een programma ontwikkelen, maar als jullie als nierpatiënten zeggen van, ja, maar dit sluit helemaal niet aan bij wat ik wil of wat ik kan, dan wordt het niet uitgevoerd. Maar ook prehabilitatie vindt vaak plaats bij bijvoorbeeld mensen die een oncologische ingreep moeten ondergaan. En dan weten ze dat ze na 4 tot 6 weken geopereerd worden. Bij nierpatiënten is dit veel minder duidelijk wanneer die transplantatie nu zal gaan gebeuren. Dus het is belangrijk om dan ook die leefstijlveranderingen lang vol te kunnen houden. En daarom is het belangrijk dat we een interventie ontwikkelen die past binnen de leefstijl van de personen die het gaan ondergaan. Nou, dit gaan we, of zijn we bezig nu om aan te pakken in twee fasen. Eerst de ontwikkelingsfase. We hebben eerst in het eerste werkpakket een contextanalyse uitgevoerd. Dat wil zeggen dat we hebben gekeken naar alle factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen en het implementeren van prehabilitatie bij nierpatiënten die op de wachtlijst staan. En dit hebben we onder andere gedaan door een vragenlijst aan patiënten voor te leggen, maar ook met interviews en focusgroepen met patiënten en hun naasten. We hebben ook interviews gehouden met nefrologen, maar ook alle andere hulpverleners die betrokken zijn, zoals diëtisten, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten. We hebben ook gekeken in de data die we al hadden van Transplant Lines, een grote biobank en cohortstudie van het UMCG van alle transplantatiepatiënten. En we hebben in de literatuur gekeken naar wat voor interventies aanbevolen worden. Daarna, en dat is de fase waar we nu nog in zitten, willen we samen met hulpverleners en patiënten de interventie ontwikkelen. En hier willen we dus ook graag vandaag jullie hulp bij inroepen. De derde stap is dat we het gaan uittesten in de praktijk, in een randomized clinical trial. Dus we gaan een interventiegroep en een controlegroep met elkaar vergelijken. En die studie duurt ongeveer 3 jaar. Dan wil ik nu, zijn er nu nog al vragen over dit project? Er was wel één vraag uit het publiek. Diegene die vindt het moeilijk om de term prehabilitatie te gebruiken. Is er bewust voor gekozen om het zo te noemen? Of is er een eenvoudige manier om het te benoemen? Ja, het is misschien een lastige term, maar je kunt het zien als revalidatie, maar dan voorafgaand aan een operatie. Ja, waar je vaak revalidatie na een bepaalde ingreep hebt, dat wordt heel veel gedaan, maar dit is dan voorafgaand aan. Is dat een beter begrip? Ja, er wordt gevraagd of er een term is die meteen helder is. Maar
Ja, ja, revalidatie voorafgaand aan een operatie. Ja, ja. Oké, dan wil ik dan nu graag het woord geven aan Avril, die ons meestal nemen in de eerste resultaten van het eerste werkpakket, de contextanalyse. Ja, dankjewel Kobi. Ja, ik zou dus nu graag wat dieper ingaan op de contextanalyse, hoe we dit hebben aangepakt en wat de eerste resultaten zijn. Kan je naar de volgende dia, Kobi? Hij hapert. Zoiets dacht ik al. Ja, top, dank je. Nou, we hebben aan de hand van het Context and Implementation of Complex Interventions, ook wel het KIKI Framework, een contextanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling en implementatie van prehabilitatie voor nieuwe transplantatiekandidaten. Nou, het KIKI Framework, zichtbaar aan de linkerzijde van de dia, houdt rekening met verschillende contextuele aspecten. Zoals de geografische en socio-economische invloeden, implementatieaspecten en de omgeving waarin de interventie zal worden toegepast. Nou, we hebben onder andere gekeken naar welke zorg de nieuwe patiënten op de wachtlijst ontvangen, welke problemen men ervaart in lichamelijk en geestelijk functioneren en welke voorkeuren men heeft voor prehabilitatie. Dit hebben we gedaan met behulp van een vragenlijst onder nieuwe patiënten die op de wachtlijst staan voor een niertransplantatie. Hierbij hebben 87 patiënten de vragenlijst ingevuld. Individuele interviews met patiënten op de wachtlijst. Patiënten die recent getransplanteerd zijn. En met nefrologen uit verschillende centra. Dit zijn 23 individuele interviews. Daarnaast hebben we groepsinterviews gehouden met patiënten op de wachtlijst. Patiënten die recentelijk getransplanteerd zijn. Ook een groepsinterview met de naasten van patiënten en met zorgverleners uit verschillende centra. Dus wat Kobi net al noemde, bijvoorbeeld de verpleegkundig specialist, een dialyseverpleegkundige, een diëtist, maatschappelijk werk en een fysiotherapeut. En we hebben gekeken naar de data van de Transplant Biobank en cohortstudie. En hiervan hebben we data van 424 patiënten. Kan je naar de volgende dia? Dank je. Nou, dit zijn algemene gegevens van de onderzoekpopulaties. Dus in het midden zitten de data van de patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld. En rechts ziet u de data van de Transplant Lines cohortstudie. Dus dat gaat dan voor een meetmoment van de screening voor transplantatie. De leeftijd is gemiddeld bijna 60 jaar in beide populaties. 2/3 is man en bijna 80% heeft een partner. De meeste patiënten hebben een laag tot midden opleidingsniveau in beide populaties. En de overgrote meerderheid heeft een Nederlandse nationaliteit. 93% tot 94%. De verdeling van betaald werk, arbeidsongeschikt of werkloos of met pensioen, prepensioen, is in beide populaties ongeveer 30%. Verder dialyseerde 60% van de patiënten de wachtlijst versus bijna 70% van de patiënten uit de Transplant cohort. En dat is voorafgaand aan de transplantatie. Als we kijken naar de huidige praktijk, zien we dat de nieuwe patiënten gemiddeld elke 3 maanden op controle komen bij de nefroloog of de verpleegkundig specialist. De diëtist en maatschappelijk werker zijn standaard betrokken. Vaak hebben zij 1 tot 3 consulten met de patiënt, afhankelijk van de situatie natuurlijk. De fysiotherapeut is niet betrokken en er is weinig aandacht voor bewegen. De geografische factoren. Het UMCG Transplantatiecentrum heeft voornamelijk patiënten uit de 4 noordelijke provincies. U ziet in de landkaart rechts de donkerblauwe punten. Dat is de data van de vragenlijst, dus waar de patiënten vandaan komen die de vragenlijst hebben ingevuld. Nou, de oranje stippen met een kruis erin stellen de 11 niercentra voor. En helemaal rechtsbovenin is het UMCG. Waarbij de reisafstand, wat maximaal 150 kilometer is, een barrière kan zijn om regelmatig naar het UMCG te komen. Als we kijken naar de sociaal-economische factoren, zien we dat financiën een grote invloed heeft op het werken aan de algehele fitheid van patiënten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de sportschool of gezonde voeding. Daarnaast speelt tijdgebrek een grote rol.
gedeelte van de patiënten werkt of dialyseert, wat veel tijd in beslag neemt. Sociaal-culturele factoren lijken minder van invloed te zijn. Nou, het lag net ook al in het overzicht dat 93% van de patiënten op de wachtlijst een Nederlandse nationaliteit heeft. Nou, epidemiologische factoren. We hebben de resultaten onderverdeeld in 3 groepen. Als we kijken naar de lichamelijke fitheid van nierpatiënten, zien we dat 43% een verminderde handknijpkracht heeft, 42% een beperking met 500 meter lopen en 46% heeft een verminderd uithoudingsvermogen. Bij de voedingstoestand zien we dat 35% van de patiënten een verhoogd risico heeft op ondervoeding, 44% heeft overgewicht en 36% heeft een verhoogd LDL-cholesterol, dus het slechte cholesterol. Nou, mentale veerkracht, 55% van de patiënten heeft vermoeidheidsklachten, 33% heeft angstklachten en 35% subklinische depressieve klachten. Dus dat zijn depressieve klachten zonder dat er aan wordt gedaan van de criteria van een depressieve stoornis, bijvoorbeeld sombere gevoelens of gedachtes. We hebben ook belemmerende en bevorderende factoren uitgevraagd bij de patiënten. Dus wat houdt de patiënt tegen om in zijn of haar conditie te werken of wat motiveert hen juist? In het rood zijn de belemmerende factoren aangegeven en in het groen de bevorderende factoren. Dit hebben we weer in de 3 categorieën verdeeld, dus lichamelijke fitheid, voedingstoestand en mentale veerkracht. De voornaamste belemmerende factoren voor de patiënten om te bewegen waren vermoeidheid, lichamelijke klachten, nou bijvoorbeeld andere ziektes of beperkingen, lage verwachtingen van de patiënt zelf, maar ook van de hulpverleners, gebrek aan motivatie en zelfdiscipline, onvoldoende kennis wat kan en mag. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden qua oefeningen, wat mag ik wel doen, wat kan ik niet doen, en weinig aandacht voor bewegen vanuit hulpverleners. Wat de patiënt motiveerde om te bewegen waren voornamelijk sociale steun van de naasten, dus partner, familie, vrienden en een stok achter de deur. Bijvoorbeeld denk aan begeleiding. Nou, wat de patiënten tegenhield om aan hun voedingstoestand te werken, waren de verleiding niet kunnen weerstaan. Denk bijvoorbeeld als iemand iets lekkers aanbiedt, moeilijk nee zeggen, als er iets lekkers in huis is, moeilijk te weerstaan of gewoon zelf lekkere trek hebben. Verder al een dieet hebben, dus de noodzaak er niet van inzien om er nog meer aan te doen. Weinig inzicht in de eigen voedingstoestand. En onvoldoende kennis in onder andere de relatie tussen voeding en de algehele conditie. Daarnaast zagen veel patiënten wel het belang in van gezonde voeding en motiveerden de sociale steun, familie en vrienden wel. De mentale veerkracht. Nou, de drempel om psychosociale hulp te accepteren en te zoeken is een grote belemmerende factor. Ook dat er weinig aandacht is voor de emotionele gevolgen van de wachtlijstperiode vanuit hulpverleners en onvoldoende kennis en vaardigheden coping. Dus hoe gaat iemand om met zijn problemen en stress? Sociale steun van naasten is hier weer een motiverende factor. Samen met lotgenoten contact, dus ervaringen delen met andere patiënten, nierpatiënten, motiveerde patiënten. En ze gaven ook aan dat bewegen vaak een positieve invloed heeft op het mentale welzijn. We hebben de patiënten gevraagd of zij behoefte hadden aan een prehabilitatieprogramma. Waarbij bijna 80% aangaf dit te hebben. 73% wilde graag aan zijn of haar kracht en conditie verbeteren. 48% wilde een gezonde voedingstoestand behalen. En 30% leren omgaan met stress en vermoeidheid. Kan je één doorklikken, Kobi? Ja, dank je. De patiënten gaven aan behoefte te hebben om fit te worden voor prehabilitatie. En ze wilden graag weer deelnemen aan de maatschappij. Ze gaven daarbij aan graag begeleiding te willen hebben van een professional. En meer informatie over wat kan en mag. Dus wat ik net al noemde, bijvoorbeeld welke beweeginterventie, welke beweegoefeningen mogen ze wel doen of welke juist niet. Als reden voor geen behoefte aan een prehabilitatieprogramma gaven de patiënten aan dat ze geen motivatie hadden of ze deden al wat ze konden en dat vonden ze genoeg. We hebben ook aan de patiënten gevraagd hoe het prehabilitatieprogramma dan volgens hen eruit zou moeten komen te zien. Waarbij de merendeel aangaf een voorkeur te hebben voor een individueel programma. 35% wilde graag een combinatie van een individueel en groepsprogramma.
Waarbij het groepsprogramma bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd, dus denk één keer in de zoveel maand, zou kunnen plaatsvinden. Het groepsprogramma zou dan gericht kunnen zijn op bijvoorbeeld samen oefeningen doen, begeleiding krijgen van een professional, ervaringen delen met lotgenoten, eventueel een kookles. Verder wilden de patiënten graag een op maat gemaakt programma, dus afgestemd op ieder zijn of haar voorkeuren en mogelijkheden, met begeleiding van een professional en het uitvoeren in de eigen woonomgeving. Het liefst niet op dialyse, daar gaven de patiënten aan. En dat het belangrijk is om het programma zo af te stemmen dat reguliere zorgverleners afstemming is met reguliere zorgverleners, dat er geen tegenstrijdige adviezen worden gegeven. Nou, dit waren in kort onze bevindingen van de contextanalyse, de eerste resultaten. Ik ben heel benieuwd of deze problemen herkenbaar zijn. Zijn dit uitkomsten die u als patiënt heeft verwacht, die u ook ervaart? Oh, misschien is het handig als je nog een keer in eigen woorden de belangrijkste bevindingen gewoon zonder die nog een keer samenvat. Dat is heel veel informatie nu, maar welke les die jij, dat maakt het misschien wat makkelijker ook te reageren. Ja, helemaal goed. Nou, wat we dus even kort samengevat, wat voornamelijk de patiënten heel belangrijk vonden, is bewegen. Dat er te weinig aandacht voor is. Ze zijn heel vermoeid. Ja, ik denk dat het voornamelijk op het beweegvlak terechtkomt. Dat daar de meeste problemen ook zitten. Is dat herkenbaar? U kunt het ook in de chat zeggen als u dat prettiger vindt. Ik zie nu niks binnenkomen in de chat. Oké. Okay. Dan denk ik dat we beter door kunnen gaan met het tweede gedeelte. Kan jij hem doorklikken, Kobi? Ja, ik zal even kijken of nog mensen een vraag stellen, maar dat zie ik niet. Nou, hapt hij weer. Oké. Okay. Ja, dank je. Dan zou ik nu graag verder willen gaan met de tweede fase van het project, de co-creatiefase, waar we op dit moment volop mee bezig zijn. Waarbij we dus ook graag de ontwikkelde interventies aan u willen voorleggen en uw mening willen weten. Dus vindt u het geschikte interventies? Denkt u dat interventies makkelijk in te passen zijn in het dagelijks leven? Nou, wat Kobi al zei, uw input willen we graag meenemen in het verder uitwerken van de interventies. Maar eerst zal ik wat meer achtergrondinformatie geven over deze fase. Ja, misschien dan goed om even toe te lichten. Co-creatie wil zeggen dat wij dit in samenwerking met patiënten, hun naasten en hulpverleners aan het ontwikkelen zijn. Nou, met behulp van de Behavior Change methode hebben we mogelijke interventies ontwikkeld voor het programma. Dus inderdaad wat Kobi net al aangaf, de co-creatie, dus samen met patiënten, naasten en hulpverleners. De interventies zijn gericht op bewegen, voeding en mentaal welzijn en zal verschillen in type, frequentie en of intensiviteit. Nou, ik zal vandaag niet dieper ingaan op hoe we de Behavior Change methode precies hebben toegepast. Maar je ziet onderaan de dia de verschillende stappen die we hebben doorlopen om tot de zet mogelijke interventies te komen. In de derde fase van het project, wat Kobi heeft laten zien, willen we het prehabilitatieprogramma gaan uittesten. Dit is de algemene opzet van de interventie. Nou, de patiënten worden eerst gescreend aan de hand van vragenlijsten en fysieke testen. Dus ze gaan vragenlijsten invullen en ze gaan fysieke testen uitvoeren. Dus denk bijvoorbeeld aan de handknijpkracht en de bio-impedantieanalyse om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld de vetmassa en de vetvrije massa. De patiënten zullen 3 dagen lang een voedingsdagboekje bijhouden. Dus het invullen van een voedingsdagboekje
en zullen 3 dagen lang een activiteitentracker dragen. Dus denk bijvoorbeeld aan een Fitbit, om zo inzicht te krijgen in hoeveel stappen ze per dag lopen. Aan de hand van de screening wordt bepaald of er 1 of meerdere problemen zijn op het gebied van dus bewegen, voeding en mentaal welzijn. Bij geen problemen betekent dit dat het einde voor de studie is voor de patiënt. Zijn er 1 of meerdere problemen, dan volgt er een loting waarbij de patiënt in de controlegroep kan komen. Hierbij in de controlegroep ontvangen ze de standaardzorg, en zorg die ze dus al kregen. En in de interventiegroep krijgen de patiënten na de screening een gesprek met de leefstijlcoach om de resultaten van de screening te bespreken. Ook worden de voorkeuren en mogelijkheden voor het programma besproken. En wordt er gezamenlijk een programma opgesteld dat 12 weken zal duren. De patiënt zal hierbij wekelijkse begeleiding krijgen van de leefstijlcoach via bellen of videobellen, dus op afstand. Willen de naasten, dus de partner, familie of vrienden, gedurende het hele programma betrekken. Na de eerste 12 weken volgt er een meetmoment voor de controle- en interventiegroep met opnieuw het afnemen van de vragenlijst en fysieke testen en heeft de interventiegroep weer een gesprek met de leefstijlcoach. De resultaten van de meting worden besproken en een onderhoudsprogramma van 12 weken wordt opgesteld. Dat doen ze weer gezamenlijk en hierbij krijgt de patiënt 2 wekelijkse begeleiding van de leefstijlcoach, weer dus via bellen of videobellen. Dus weer het betrekken hier ook bij de naasten willen we graag bewerkstelligen. Na deze 12 weken, dus dan zijn we in totaal 26 weken verder, volgt weer een meetmoment voor de controle- en interventiegroep met een herhaling van vragenlijsten en fysieke testen. En heeft de interventiegroep weer een gesprek met de leefstijlcoach. Er wordt besproken hoe de patiënt het veranderde gedrag kan volhouden. En als de patiënt er behoefte aan heeft, kan hij of zij en nog begeleiding krijgen op afstand van de leefstijlcoach, bijvoorbeeld 1 keer in de maand, tot aan de transplantatie of wanneer de studie eindigt. En hierbij is het weer belangrijk dat we de naasten willen betrekken. Hoe komt dit over op jullie? Hebben jullie het idee van, goh, dit is haalbaar voor een nierpatiënt? Is er iemand die wil reageren of kan reageren? Zo niet, dan zullen we verder gaan met de verdere invulling van de interventies. Ja, dus dan, wat ik ook al aangaf, gaan we wat verder in op de verschillende interventies die we tot nu toe hebben ontwikkeld. Laten we beginnen met de beweeginterventies, waarbij het doel is het aanpassen van beweeggewoonten om zo kracht- en uithoudingsvermogen te verbeteren. De focus hierbij ligt op het voldoen aan de Nederlandse norm gezond bewegen. Dat is 5 keer per week 30 minuten matig intensief bewegen en 2 tot 3 keer per week bot- en stierversterkende oefeningen. De beweeginterventies zullen bestaan uit verschillende aspecten, zoals cardio-oefeningen, denk aan wandelen, fietsen, dansen, krachtoefeningen, zonder gewichtjes, met gewichtjes of stretchbands, balansoefeningen en oefeningen gericht op de flexibiliteit, zoals stretchen. Alle oefeningen worden afgestemd op de mogelijkheden en de voorkeuren van de patiënt en zullen in oplopend niveau aangeboden worden. Ja, dit zijn enkele voorbeelden waar je dan zo aan kunnen denken. Bijvoorbeeld oefeningen voor het onderlichaam. Denk aan de squat, de lunge of op de tenen staan om de kuiten te trainen. Oefeningen voor het bovenlichaam kunnen zijn side raises. Dat kunt u met een stretchband doen, dus een elastiek. Of met gewichtjes, de armcurl, dus voor de biceps. En dan waren we heel benieuwd naar uw mening voor deze interventies. Of u het geschikte interventies vindt. Of ze toepasbaar zijn in de praktijk. Denkt u dat het haalbaar is? Vindt u ze effectief? Vindt u ze veilig? Ook heel belangrijk. Op te volgen. Is een commentaar in de chat? Oké. Okay, Christina, ik ga het even voorlezen. Lijkt me voor dialysepatiënt intensief.
wetende dat ze nu vaak niet veel energie over hebben. Bij geplande transplantatie lijkt me dit nog wel haalbaar, maar bij een transplantatie vanuit de wachtlijst vraag ik me af of mensen de motivatie hiervoor hebben, het vast kunnen houden. De oefeningen die nu gepresenteerd worden, zouden tijdens de dialyseperiode al kunnen worden geïnitieerd. En wat wordt dan bedoeld met de dialyse, al tijdens de dialyseperiode, al eerder, zeg maar, dan dat men op de wachtlijst staat? Voor mensen die nu al doen, en zou je dat dan ook wel tijdens de dialyse al kunnen doen? Alhoewel mensen heel vaak aangaven van, nou, ik wil dat niet op dialyse dagen, maar sommige oefeningen zou je ook heel goed tijdens de dialyse kunnen doen. Hoe kijkt men daar tegenaan? Het zou mooi zijn tijdens. Ja. Ik denk zelf het punt of dit niet te zwaar is voor dialyse patiënten, dat is natuurlijk een heel terechte opmerking. Maar is ook gelijktijdig de reden waarom we denken dat dit zo belangrijk is. Omdat het activiteitsniveau zo laag is voor veel dialyse patiënten. En de bedoeling is natuurlijk dat het programma echt op het niveau is wat iemand wel aan kan. Dus echt niet te zwaar. Want uit ervaring is het bewegingsniveau is vaak ontzettend laag op de nierfalen patiënten en dialyse patiënten. En er staat ook een verschuiving van de norm. Als ik op de keuringspolie patiënten vraag hoe ze bewegen, dan zijn ze vaak relatief positief over. Maar als ik doorvraag, dan is het vaak ontzettend weinig. En dat loopt door. Dus wij hopen dat we dit kunnen doorbreken. Juist omdat de transplantatie natuurlijk totaal nieuwe voorwaarden schetst, waar een stap naar normale fitness weer mogelijk is. Maar het is na de transplantatie op dit moment voor heel patiënten een ongelooflijk lange weg. En elke chronisch zieke patiënt is natuurlijk op een bepaalde manier trainbaar. Hè? Maar de verwachtingen moeten alleen adequaat zijn. Ja, ben ik het met je eens. Het is inderdaad een kwestie van die vicieuze cirkel waar men in zit. Hè? Van, oh, ik ben moe, dus ik doe niks. En dan word je nog moe en je doet nog minder. En dan heb je weer afname van je spieren en je conditie. Dus dat moet je zien te doorbreken. Maar daarom moet je dus inderdaad dit goed afstemmen op de mogelijkheden van de individuele patiënt. Hè? We lieten ook bijvoorbeeld zien dat best een groot deel beperkt is in 500 meter lopen. En nou, als je dat, die van die 500 meter eerst al bijvoorbeeld 1000 meter kan maken, dan heb je al een hele stap gewonnen. Ik zie één handje daar, meneer Fred Gazol. Kan u de vraag stellen? Kirsten, kan jij meneer unmuten of... Ja, ik heb hem als het goed is nu geunmuted. Maar nou beweegt het beeld niet meer. Meneer Rosso, kunt u een vraag stellen? Er gaat iets niet goed. Kunt u ons nog horen, meneer? Zou u een vraag willen stellen? Anders misschien via de chat als u... Is er iemand anders die nog een vraag zou willen stellen? Ik zie wat in de chat. Ik zal het even voorlezen. Van Sabrine, ik ben een patiënt van 35 jaar, misschien wat jonger dan de gemiddelde patiënt. Ik ren 3 keer per week,
Voor mij zou dit denk ik niet zo passend zijn. Ik doe al meer dan dit. Ik zou voor mezelf wel willen onderzoeken waar voor mij meer winst te behalen is. Ik denk dat afstemming op de individuele patiënt cruciaal is, beide kanten op. Ja, ik ben helemaal met je eens. Hartstikke goed dat je al zoveel beweegt. Je bent inderdaad wat jonger dan de gemiddelde patiënt. Maar nou ja, dit is natuurlijk, wat we nu zijn is bewegen. Maar je zou kunnen kijken, is er voor mij nog winst te behalen wat betreft voeding of mentale veerkracht. Maar goed, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook mensen waar wij de screening doen. Dus de test daarvoor af, waar geen problemen eigenlijk aan de orde komen. Die komen ook niet in aanmerking voor de interventie. En die willen we dan alleen informatie meegeven. Hoe kan ik nu mijn gezondheidsstatus, mijn fitheid zo optimaal mogelijk houden? Ook nog aan de aanwezigheid patiënten vragen. Dus die ervaring die we hebben, en ik vind het ook zelf heel herkenbaar, dat er relatief veel aandacht is voor dieet. Op de nierfalen poli, anorexia en de dialyse en maatschappelijk werk, maar juist beweging eigenlijk, dat er weinig aandacht voor is. En ik ken dat ook, ik ben zelf vooral transplantatie-nefoloog, maar doe veel keuringen, dat er behoorlijk veel patiënten komen die ook na een ziekte-episode, lange opname, eigenlijk nog maar heel weinig beweging, zelfs deels in een rolstoel zitten, maar zonder dat er een harde lichamelijke reden voor is. En dat eigenlijk vanaf het moment dat er aandacht besteed wordt, dat en weer wat fysiotherapie begonnen wordt of revalidatie, dat er vaak heel veel kan. Maar hoe ervaren jullie dat? Vinden jullie dat bemoeizig vanuit de zorg? Of hebben jullie daar ook behoefte aan hulp? Of hebben jullie inmiddels het gevoel dat er voldoende aandacht is? Daar kan me even over nadenken. Stefan, er is nog een concrete vraag van in geval van een PD-katheter. En dan in buikspieroefeningen worden de ene keer afgeraden, de andere keer weer aanbevolen. Dat hangt in principe. De katheter zelf is geen contraindicatie voor oefening, maar dat hangt natuurlijk wel van de individuele buik af. Met de gevulde buik, dat kan een probleem zijn. Ja. Daarvoor. En daar moet individueel naar gekeken worden. Een goed ingegroeide katheter op zich is geen contraindicatie als de buik leeg is. En dat hangt dan van de mate van vulling af of het kan. Maar er zijn zeker PD-buiken met 2 liter vocht die op zo gespannen zijn dat het wel van lastig kan zijn om wat te doen. Maar goed, in je alledaagse leven als je opstaat, zo gebruik je buikspieren ook. Mm-hmm. Dus je hebt ze ook nodig, ja. Nou, meneer Casso had per ongeluk de hand opgestoken, staat hier. Misschien is het dan goed om nu verder te gaan. Ja. Dan hapert hij weer. Ah, daar is hij. Nou, dan gaan we nu door naar het tweede onderdeel, de voedingsinterventies, waarbij het doel is het aanpassen van voedingsgewoonten, waardoor de voedingstoestand en of lichaamssamenstelling worden verbeterd, waarbij de focus ligt op gezonde voeding en het optimaliseren en of voorkomen van tekorten wat betreft energie, eiwit, vetten en of andere voedingsstoffen. Nou, we willen dit graag goed afstemmen met de diëtisten van het eigen niercentrum waar de patiënt onder controle is, om zo tegenstrijdig adviezen te voorkomen. Nou, waar kunt u dan aan denken? Bijvoorbeeld voorlichting. De leefstijlcoach geeft voorlichting over gezonde voeding en dieetrichtlijnen bij nierziekten. Geeft informatie over de samenhang van bewegen, voeding en mentaal welzijn. Training. Nou, de leefstijlcoach kan uitleg in zijn instructies geven over het uitvoeren van interventies. Waarbij gezamenlijke doelen met oplopend niveau worden opgesteld. Denk bijvoorbeeld ook aan praktische tips, bijvoorbeeld etiketten lezen. Nou, de leefstijlcoach, de patiënt krijgt wekelijks de begeleiding van de leefstijlcoach. Om onder andere dus de belemmerende en motiverende factoren te bespreken. Dus waar loopt de patiënt tegenaan? En waar kan wat aan gedaan worden?
Verder willen we graag de omgeving van de patiënt betrekken bij het proces, om zo de sociale steun te verhogen. Dus denk aan de partner, familie, maar ook de hulpverleners. Hoe kunnen zij de patiënten hierbij helpen? Denk ook bijvoorbeeld aan wie doet de boodschappen, wie kookt er? Doorklikken, Kobi. Ja. En dan willen we inderdaad weer dezelfde vraag stellen die we eigenlijk net hebben gesteld bij de beweeginterventies. Wat jullie van deze, van de voedingsinterventies vinden? Even kijken, ik zie wat in de chat staan over van Sabrina en dat gaat geloof ik nog over bewegen. Wow. Ik zal het even voorlezen. Mijn ervaring is inderdaad dat er geen aandacht is voor beweging. Ik heb het zelf geïntroduceerd in gesprekken met de arts en nu is het standaard onderdeel van de consulten. Andersom hebben we er ook profijt van. Wanneer mijn sportprestatie minder wordt, is dat vaak een eerste symptoom bij mij dat er mogelijk wat niet goed gaat qua nierfunctie of andere waarden. Nou, fijn dat het nu een standaard onderdeel is van de consult, Sabrina. Wil je dat zeggen, Kobi? Nou, het is heel fijn dat je dat gedaan hebt, maar dan hangt het af van jou, zeg maar, hè, als patiënt. Het zou heel fijn zijn als er gewoon meer aandacht standaard ook voor beweging komt. Vanuit de hulpverlening. Vanuit de hulpverlening. En inderdaad, als postpartaties minder worden, dan kan inderdaad het symptoom zijn dat de nierfunctie verder achteruit gaat. Aan de andere kant kan ook juist een beweging blijven helpen en gezonde voeding, dat de nierfunctie wat beter blijft. Maar belangrijk vind ik te zeggen dat het bewegen ook niet een doel op zich moet zijn. Dus, we hebben natuurlijk ook patiënten die lichamelijk heel erg beperkt zijn of door een dwarslesie of iets en beperkte mogelijkheden hebben. En die moeten niet daardoor uitgesloten worden, bijvoorbeeld van transplantatie. Dus het is... Het gaat natuurlijk altijd om de situatie van de individuele patiënten zo optimaal mogelijk te maken, binnen de mogelijkheden die iemand heeft. Ja. Zeker. En daarom zeggen we ook van, we moeten het programma echt elke keer aanpassen aan de behoeften, maar ook aan de mogelijkheden van iemand. Want iemand die, hetzelfde voorbeeld, hè, wat net al gegeven, wat ik loop al heel veel kilometers. Ja, dan het enige doel kan dan zijn bijvoorbeeld nog meer kilometers lopen. Maar als iemand nog maar 500 meter loopt, kan het eerste doel 1000 meter zijn. Zo geldt het voor alle interventies. Op het moment dat iemand al hele gezonde voeding tot zich neemt, ja, dan kunnen wij daar weinig aan toevoegen. Maar we kunnen bijvoorbeeld wel patiënten die vaak een koekje of zo bij de koffie van neem een gezond stuk tussendoortje bij de koffie. Het zijn soms maar kleine dingen. En ook de aandacht voor eiwit die de laatste tijd steeds meer is. Is ook belangrijk om inderdaad eiwit op peil te houden. Want dat bevordert ook de spiermassa. Maar er was net iemand die reageerde. Die was diëtiste. Ik ben wel benieuwd hoe die hier tegenaan kijkt. Dat is Christa Nagel. Is die nog aanwezig? Ja, ik ben aanwezig. Ah.
Nou ja, wat Stefan ook wel zegt, dat er inderdaad bewegingsniveau heel laag is. En tijdens dialyse heeft het hele team daar altijd wel aandacht voor. Maar het blijft een lastig punt. En de oefeningen die jullie ook net noemden, dat is, nou, zou mooi zijn als je dat met een heel team op zou kunnen pakken. Dat iedereen daar ook achter staat. En wat betreft de voeding, kijk, als mensen in dialyse zijn, dan is er denk ik voldoende aandacht wel voor voedingstoestand. En in de fase voor dialyse, hè, dus mensen die nog niet dialyseren, ja, die zijn natuurlijk dan afhankelijk van de contacten bij de poli. Ja, maar goed, alle aandacht is goed, denk ik. Maar ik denk dat met name heel veel te halen is op het gebied van bewegen en het trainen van spieren. Ja. Ja, hè, mensen denken heel vaak, zijn natuurlijk ook moe bij dialyse, maar je kan veel meer dan je denkt. En dat moet inderdaad, maar ik heb net de sessie bijgewoond over moeheid, hè, en dat mensen ook heel vaak het eigen idee al hebben van ik ben moe, en dat kan je heel erg versterken. Maar als je de mogelijkheid hebt om mensen op het idee te brengen van ik kan er zelf wat aan doen en dat ze daar echt voor gaan, dan kan je denk ik best wel resultaten behalen. Ja. Maar als jij, stel dat jij een patiënt in je praktijk of in hebt die aan deze studie meedoet, zou jij dan ook deze voedingsinterventies ondersteunen? Ja, zeker. Ja. Ja, maar dat doen we eigenlijk dagelijks al. Hè? Wij zijn al continu bezig om mensen te stimuleren om voldoende eiwitten te eten, gezond te eten. Ook in het kader van goede waarden bij de dialyse uiteraard. En ook benoemen we ook altijd weer beweging. Hè? Wij doen handknijpkrachtmetingen. En daar merken wij wel dat mensen heel vaak nog weten wat ze de vorige keer knepen. En dan wel geïnteresseerd raken van nou, blijkbaar kan ik zelf iets doen. En we leggen dan ook altijd meteen de relatie met voeding. He, van als u voldoende eet en ook probeert meer te bewegen, he, dan kunt u zelf ook werken aan verbetering van uw spierkracht en spiermassa. En dat kan dan wel motiveren. En ik denk dat in het UMCG bijvoorbeeld, er wordt ook bio-impedantie gedaan, waarbij je ook de samenstelling van het lichaam nog beter in kaart krijgt. Dat mensen zelf ook echt intrinsiek kan motiveren. Als je resultaten hebt, als ze zien dat een volgende meting misschien minder vetmassa, maar meer spiermassa laat zien. Dus ik denk wat dat betreft dat meten ook heel erg motiverend kan werken voor patiënten. Ja, dat is ook iets wat we continu willen doen natuurlijk. Althans in onze studie dan 3 keer. Maar klopt dit ook? Zijn er mensen die zeggen van dit, ja, dat werkt inderdaad motiverend voor mij of... Veel patiënten zullen ook die nu bezig zijn, zullen een telefoon hebben met een stoppenteller die gewoon ingebouwd is. Mm-hmm. Mijn iPhone die doet dat zonder dat ik, heb ik na een tijdje gewoon ontdekt. Kijken jullie daarna, maken jullie daar gebruik van? Hebben jullie een doel? Want dat is een vorm van feedback die breed beschikbaar is. Je bedoelt de stappenteller. Ja, maar ook van in de telefoon. Hè? Maar ik vraag me altijd af. Ik heb zelf mijn telefoon niet continu in mijn zak zitten. Ik heb zelf wel een horloge. Nou, we hebben in het kader van de Near Challenge hebben wij op een gegeven moment wel stappentellers aangeschaft. Fitbits. En hebben wel testen meegedaan met patiënten. Dat proberen we wel regelmatig ook aan mensen aan te bieden. Zo van, wilt u nog wat meer doen op het gebied van gewoon meer stappen zetten? Hè? Dan kunt u bij ons tijdelijk een Fitbit krijgen om te gebruiken. Maar je merkt soms ook dat mensen dat dan... Ja, in de eerste instantie waren ze enthousiast en dat ze dan toch later roepen van dat hoeft dan weer niet. Maar goed, het is wel iets wat we nog wel weer onder de aandacht kunnen brengen. Ja. En inderdaad, het is een goede tip hoor, want voor de mensen die wel continu een telefoon op zak hebben, zouden we inderdaad in de telefoon kunnen kijken naar de stappen. Ik moet dat de mannen daar een voordeel zijn wat dat betreft. Ja, dat klopt. Ja. Dat zeker, ja. Ja, waar mensen ook erop wijzen dat ze dat hebben. Ik vermoed dat veel mensen helemaal niet doorhebben dat ze telefoon de hele tijd de stappen mee telt. Ja.
Ja. Goede aanvulling. Dat is ook een onderdeel van de interventie qua monitoring. Sowieso voor de metingen 3 dagen bijhouden, maar de patiënten die in de interventie zitten, die willen we gaan monitoren via een online platform waar je leefstijlaspecten kan monitoren. En dat kan met hun eigen Fitbit of iWatch of wat iemand maar ook heeft. Maar we hebben inderdaad ook een aantal Fitbits op voorraad voor mensen die dat zelf niet hebben. En dat is een kwestie van 1 keer koppelen. En dan kunnen we per patiënt zien hoeveel stappen die loopt, hoeveel trappen die loopt, wat de hartslag is bijvoorbeeld. Maar ook het slaappatroon. En dat kunnen we ook gebruiken om mensen weer meer inzicht te geven in hun dagelijkse doen en laten. Als iemand zegt, ik ben heel erg vermoeid in de loop van de middag. En als je dan die data uit die gegevens kan zien dat iemand juist in de ochtend heel veel doet. En dat het misschien daarom ook logisch is dat hij daarna al heel erg moe is. En dat kunnen we ook gebruiken in de begeleiding. Dus gezien de tijd denk ik dat het goed is om even door te gaan naar de laatste interventiegroep. En dan loopt hij weer vast. Ja. Ja. Psychosociale interventies. Ja, het doel van de psychosociale interventies is het leren omgaan met de beperkingen door of gevolgen van het leven met een nierziekte. Hierbij ligt de focus op voorlichting over effectieve copingstrategieën. Dus hoe kun je het beste omgaan met bepaalde situaties, stressmanagement en slaaphygiëne. Het bevorderen van sociale steun en het aanleren van manieren om te ontspannen. We hadden eerst als doel het leren omgaan met vermoeidheid en stress of angst- en depressieklachten, depressieve klachten. Dit hebben wij breder gemaakt door wat het nu is, door te leren omgaan met beperkingen door of de gevolgen van het leven met de nierziekte. Dus denk bijvoorbeeld aan het verlies van een baan of het leren nee zeggen, dat we het ook allemaal mee willen nemen. Wanneer een patiënt een hoge mate van angst of depressieve klachten ervaart, willen we doorverwijzen naar de maatschappelijk werker van het niercentrum waar de patiënt onder controle is. De maatschappelijke werker kan dan kijken welke hulp passend is voor de patiënt. Ja, en die aanpassing die je even net noemde, dat is dus gedaan naar aanleiding van opmerkingen van patiënten in de focusgroepen, de groepsinterviews die we gehouden hebben met patiënten en hulpverleners. Ja, dank je, Kobi. Voorbeelden van psychosociale interventies zijn de wekelijkse en de 2-wekelijkse gesprekken met de leefstijlcoach. Dus waarin de leefstijlcoach informatie geeft over mentaal welzijn, emotionele gevolgen en het bespreken van wat motiveert de patiënt, wat houdt de patiënt tegen. Slaaphygiëne, dus adviezen over het creëren van een goede nachtrust. Denk bijvoorbeeld aan een slaapritme ontwikkelen, geen alcoholistische of cafeïnehoudende dranken voor het slapen gaan, voldoende ontspanning. Verder dan spierontspanningsoefeningen. Nou, dat zijn oefeningen waarbij je leert te ontspannen. Hierbij span je 1 voor 1 verschillende spiergroepen aan en laat je weer los. En bijvoorbeeld ademhalingstechnieken. Dus het zijn gericht op de ademhaling, waarbij je dus bewust wordt van je ademhaling. En hiermee ga je dus verschillende oefeningen doen. Ja, ook hier weer de vraag, hè, zijn dit de juiste interventies? Is dit toepasbaar in de praktijk voor de patiënten? Is het effectief, maar vooral ook, denken jullie dat het veilig is? En wat is de bereidheid om dit op te volgen? En wat vinden jullie ervan dat we het breder hebben getrokken? Dus dat we niet alleen kijken naar stress en vermoeidheid, maar dus ook beperkingen, alles eigenlijk wat ermee te maken heeft. Dus beperkingen en gevolgen van het met een nierziekte. Ja, misschien kan ik nog even terugkomen op een opmerking van Isabelle in de chat. Die zegt van het is zeker belangrijk. Volgens mij gaat het over de
en de motivatie volhouden. Maar zoals vaak met diëten hangt het volhouden van je gemoedstoestand af, merk ik. Dit wordt beïnvloed door je lichaamconditie op dat moment. Vaak moet ik dan weer even terughalen waarvoor ik het doe. Ja, dat is voor ons inderdaad ook wat mensen ook vaak aangaven. Ik heb een stok achter de deur nodig om mijn motivatie ook op peil te houden. Dus daarom willen we ook die begeleiding. En op zich wordt altijd gezegd, als je een leefstijlverandering wil doorvoeren, heb je ongeveer 100 dagen voor nodig. Dus ongeveer die 12 weken. En daarom wordt gezegd, dan willen we daarna nog een 12 week onderhoudsprogramma om echt in je eigen leefpatroon in te kunnen bedden. En hopelijk, en daarmee die begeleiding ook na afloop van het interventieprogramma nog blijven aanbieden. Om mensen toch af en toe even weer te bellen van, hey, hoe gaat het nu? Kun je het nog volhouden? En proberen te motiveren. Ik denk dat dat ook inderdaad ook een heel belangrijk aspect is. Ja, en ook de omgeving, de sociale omgeving natuurlijk, erbij betrekken. Ja. Fred zegt, ik vind mentale gezondheid het belangrijk. Alles draait om mindset. Dat is de basis. Ja. Zijn er meer mensen die dat zo ervaren? Isabelle zegt, ik denk dat het wel goed is. Het psychosociale aspect heeft, vind ik, momenteel weinig aandacht. Het is vaak erg praktisch gericht. En praktisch gericht, neem ik aan dat je bedoelt op bijvoorbeeld financiële steun of regelen van zaken. Dus dan wel bedoel je de zorg überhaupt dat het meer gaat om de medische aspecten en te weinig over psychosociale dingen? Ja, behandelmethode vanuit de zorg. Dus ook hiermee denken jullie dat we nog wel wat kunnen winnen, zeg maar, voor jullie als patiënten om gewoon ook mentaal beter in je vel te zitten, zeg maar. Interesseert me deze samenhang ook. Vinden jullie dat er vanuit jullie nefrologen, de dialysecentrum maatschappelijk werk, dat daar ook de psychosociale zorg ook moet komen? Of is dat iets wat ook deels daar buiten ligt? Als arts of van. Dat is altijd een beetje discussie, denk ik. Ook, hoe ver gaat onze verantwoordelijkheid daar? En hoort dat bij een transplantatiecentrum of een dialysecentrum? Ja, de andere kant daarvan is natuurlijk ook dat wij vaak horen vanuit de patiënten van, ik vind het toch wel moeilijk om die hulp te vragen. Bang dat het toch stigmatiserend is op het moment dat je last hebt van angst of depressie is of van, ik ben toch niet gek. En we horen ook terug van maatschappelijk werkers dat zij, die hebben een kennismakingsgesprek en daarna geef ze aan jullie kunnen contact opnemen als wat is, maar ze horen heel vaak niks. Dus het gaat op twee kanten uit, denk ik. Ja. Sabrina geeft aan van mijn ervaring is dat er wel voldoende aandacht is voor het psychosociaal aspect. Ik vraag er ook wel soms om. Zijn er nog meer mensen die willen reageren? Nou, het is bijna 11:45, het eind van deze sessie. Ik hoop dat jullie hebben kunnen meenemen in wat prehabilitatie is en waarom het belangrijk is voorafgaand aan de transplantatie. Ik denk dat we ook heel veel informatie hebben gegeven over die interventies. Mochten jullie alsnog willen reageren of een vraag hebben, dan horen we dat heel graag. Dat kunnen jullie
delen met de nieuwe patiëntenvereniging, neem ik aan, Kirsten? Ja, dat klopt. Dat kan gedeeld worden met de nieuwe patiëntenvereniging. Ik had trouwens ook nog wel een vraag over prehabilitatie in het algemeen, want het zijn economisch moeilijke tijden op dit moment. Hoe zorgen jullie ervoor dat het toegankelijk is voor iedereen? Wij willen een programma maken wat patiënten in hun eigen woonomgeving kunnen uitvoeren. En de patiënten in de interventiegroep, die willen we ook een beweegtas aanbieden. Waarin bijvoorbeeld een oefenmatje zit, wat gewichtjes en een stretchband. En ook die oefeningen, die kan je gewoon thuis doen. Maar er zitten bijvoorbeeld ook oefeningen bij die nou, sowieso iedereen makkelijk thuis kan doen. Zoals een squat, daar heb je helemaal niks voor nodig. Daar kun je gewoon doen, bij wijze van spreken, als je staat te tanden poetsen. Dus ja, we willen er rekening mee houden dat, kijk, als iemand zegt van ik wil liever naar een sportschool. Ja, die kosten kunnen wij niet dekken. Maar dan zou die daar zelf voor moeten betalen. Dus, maar ja, om die drempel weg te nemen, willen we gewoon iedereen dus een beweegtas aanbieden. Met de oefeningen die hij gewoon thuis kan doen. Ja. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen? Oké, zullen we afronden? Dan ronden we af. Nou, er is nog een commentaar van Fred. Ik was fanatiek wedstrijdsporter. Dus ik kan mezelf motiveren. Ik denk dat de gemiddelde persoon wel hulp nodig heeft. Ja, ik denk dat zijn we mee eens. Maar ook bij de opmerking van Fred of van Sabrina, mensen die blijkbaar het wel goed voor elkaar hebben, die mogelijk onze interventie niet nodig hebben. We zijn wel erg geïnteresseerd in als jullie tips hebben of ervaringen om ons te helpen. Dus ook patiënten die die misschien ons programma niet nodig hebben, zijn natuurlijk welkom om ideeën te delen hoe we dit beter kunnen doen. En hebben jullie daar een aparte website voor of een e-mailadres voor dit onderzoek? Je mag mijn e-mailadres doorgeven, j.h.anema@umsg.nl. Het onderzoeks-e-mailadres moet nog gemaakt worden, maar dat komt. Oké, nou dan iedereen bedankt voor de aandacht. Zet jij je e-mail nog in de chat, Corrie? Ja, zal ik doen. Okay. Nou, iedereen hartelijk dank en ook de mensen thuis. Deze sessie zal uiteindelijk ook terug bekeken kunnen worden op de website van nieren.nl en de website van NVN. Is er nog iets wat jullie ter afsluiting nog willen meegeven? Kunnen mensen zich eventueel ook opgeven voor dit onderzoek? Nou, het onderzoek moet nog starten en we zullen mensen uitnodigen die op dat moment op de wachtlijst staan. Dus mensen die in aanmerking komen, die krijgen een uitnodiging via hun neuroloog. Oké, fijn weekend iedereen. Ja, dank u wel. Fijn weekend. Fijn weekend. Dan zal ik nu deze meeting sluiten. Dank u wel.